Hey, er is maar één man in Nederland die met de naam Dr. Love kan wegkomen. En als het goed is, hangt diegene aan de lijn. Niemand minder, Edwin Evers, dan Robert de Brink. Ah. Oh, Robert. Ja. Nou, hij kan niet met die naam wegkomen. Hij is Dr. Love, hij toch? Hij is hallo. Dr. Love, ja. Ja. Nou, dag hallo allemaal. Nou, heerlijk dat ik sowieso, als ik even de opmerking mag maken, dat ik Edwin weer even terug hoor op de radio. Want dat vind ik toch wel even lekker klinken natuurlijk. Ja. Ja. Heerlijk, ja. Goed, hè? Ja. Heerlijk, ja. Hoe is het met je, Robert? Ja. Want jullie kennen elkaar geloof ik wel, toch? Of niet? Nou ja, we gaan al... We go way back, hè, zeggen we dan. Ja. Ja, want hoe gaat het eigenlijk met je? Want het was best wel schrikken laatst toen je auto werd gestolen, toch? Ja, dat was natuurlijk bizar. Als je dan gewoon in een keer 's nachts wat gemorrel hoort. Ik bedoel, ik woon natuurlijk midden in het centrum van Amsterdam. Dan hoor je dat natuurlijk vaker. Alleen nu dacht ik, nou, dit klinkt anders dan normaal natuurlijk. En sowieso, het was natuurlijk de avondklok. Ja, dus dan verwacht je ook niet meer dat er nog mensen op stap van alles aan het doen zijn. Ja. En in mijn geval was het dus gewoon mijn eigen auto. Dus ik keek uit het raam en ik dacht, nou, ik schrok echt. Nou ja, dus ik meteen 1-2 gebeld. Je weet hoe het gaat. Nou ja, het was vrij snel weer opgelost, moet ik zeggen. Maar het was wel verschrikkelijk, ja. Ja, en heb je eigenlijk dat album van Edwin geluisterd, Robert de Brink? Jazeker. Ik heb ernaar geluisterd. Nou, ik moet zeggen, het is een prachtig album. Ik moet wel zeggen, ik heb wat teksten eruit gehaald. Want ik dacht, nou ja, Edwin, wat ben je aan het doen? Ik zal het even voorlezen. Ja. Het gevoel wijst je de weg die je gaat tot aan het eind. Zeker. Hij neemt je aan de hand. Zeker. Ja, dan zo profijt. Ja. Het gevoel wijst je de weg van de wieg tot aan de dood. Nou, ik was in de opperste positieve stemming. Ik was van vrolijkheid weer het grootste kanaal in. Ja, het is niet allemaal roze geur en maneschijn natuurlijk. Het is het echte leven, hè, Robert. Ja. Ja, nee, dat sowieso. Nee, kijk, het is, ik vind het fantastisch dat je het doet natuurlijk. Ja. Je hebt veel met muziek, dus ik zou zeggen, blijf er vooral aan doorgaan. Nou, dat de advies neem ik te harte, Robert, dankjewel. Hey, Robert, ja. je hebt toch een keertje als drag queen opgetreden bij Carlo in de tv-kantine, toch? Ja, zeg, moeten we het daar iedere keer weer over hebben? Zou jullie nog een keer willen doen? Nou, ik heb vroeger natuurlijk de Travestieten Show gepresenteerd. In 1995 tot en met 1997. Het was één groot gillend succes natuurlijk. Toen kon dat nog. Het was wel in de 19e. Maar ik heb inderdaad, jaren later vroeg Harold. Die vroeg aan mij van, ja, kun jij een keer meedoen met onze, wat was het, de versie van Drag Race of zoiets? Samen met Herman de Blijker en, hoe heet die andere ook alweer, Alan Clark. Oh ja, ja, ja. Ja, dat was natuurlijk fantastisch om te doen. Alleen, nou goed, mijn vrouw zei, zullen we het bij één keer laten? Toen zei ik, nou, dat vind ik prima. Ik vind het leuk om Robert de Brink te spreken. Ja, ik vind het heel bijzonder, ja. Zeker op deze manier. Ja. Was er bijna ingetrapt. Ja, dat dacht ik al. Ja, godverdomme. Robert de Brink, is dit niet de echte Robert de Brink dan? Wie ben jij? Wacht even checken hoor. Wie hebben wij echt aan de telefoon? Henny Huisman. Nee, dat is niet. Mocht hij willen? Nee, Ricardo Ras. Ricardo Ras van de tv-kantine. Ja, ik vind het echt niet normaal. Ik zweer het je, ik vind het echt verbijsterend. Verbijsterend, dat meen ik serieus. Want? Ja, nee, maar ik had dus echt niet. Dus jullie hadden niet verteld wat jullie gingen doen. Ja, Robert en Brink bellen. Ja, ja. Toen vroeg jij nog van wat. Ik ging twijfelen op een gegeven moment aan door, denk ik, toch iets wat je zei of weet ik van wat. Maar ik dacht, oh shit, het zou toch niet de imitator zijn? Maar eigenlijk, tot 20 seconden geleden twijfelde ik. Ja, ik zag je ook steeds twijfelen. Nee, maar het is en gewoon aankijken ook zo van, is dit nou een grap? Of is het ja, nou ik, ik heb, op een gegeven moment ging ik heel goed luisteren. Maar ik dacht, echt, dit kan niet waar zijn. Dit is serieus. Ja, en jij dit weet hoe moeilijk het is om stemmetjes te doen natuurlijk. Dat is heel moeilijk, maar dit is echt verbijsterend goed. Echt ongelooflijk. Hey Ricardo, ja, ik heb je al eerder in de uitzending gehad natuurlijk. Hoe lang ben je nou bezig om zo'n stem van Robert de Brink goed te krijgen? Ja, dat is, ik noem dat altijd een rijpingsproces van jaren. Maar nou is het natuurlijk ook, ik heb een beetje geluk dat ik een beetje dezelfde
tone of voice misschien heb. Ja, dat maakt uit. Een beetje ja. dezelfde stijl van presenteren. Ik ben natuurlijk mezelf ook presentator, dus ik heb een beetje een nonchalante stijl. En die heeft hij ook wel natuurlijk. Ja. Dus, maar dat maakt uit. Dat zit dicht bij elkaar. Dat maakt uit. Want ik had in mijn show destijds had ik een imitator van Marco Borsato. Oh ja. En dat was Bart Brandjes. En Bart is echt een krankzinnig goede zanger. Hij heeft ooit meegedaan aan de Voice ook. En daar kwam ik achter dat hij Marco Borsato. Maar Bart kwam zelf ook een beetje uit de contraille Alkmaar. Beetje waar, dus dan heb je ook die tongval, weet je wel. En als ik dan die sketches met hem op ging nemen. En hij nam op met Bart, dan hoorde ik eigenlijk al Marco Borsato. En dan dikte hij nog een klein beetje aan. En dat was gewoon eng. Hoe dicht. Maar dit was ook. Ik ben nog flabbergasted om er maar eens even een goed Duits woord eraan te gooien. Want jij had op een gegeven moment ook, want Jeroen van der Boom deed dan ook. Ja, ik deed op een gegeven moment sketches met heel veel typetjes. Ja, ja. En ik deed zelf de Boertjes en Willy Brort en Frans Bauer. Ja, goeiemorgen. En dan deed Jeroen van der Boom, die deed René Vroeger. En Gerard Joling, dat is ook bizar. Ja, en Bart deed dan Marco Borsato. Daar was ik een hele dag mee bezig. Het was een sketch van 6 minuten ongeveer. Ja. En dan begon ik 's middags met schrijven. En dan was ik 's avonds om 11:30, 12:00 was het af. Wauw, ja. En dan had ik echt de grootste lol vooral. Maar dat die Bart kon er ook... Ja, Jeroen kan het ook fenomenaal. Ja, luister jij vaak naar Edwin voor dit soort dingen, Ricardo? Ja, ik wist voor 20 seconden geleden niet wie Edwin was. Ik woon natuurlijk in Limburg, dus wat dat betreft hebben Robert en ik dezelfde achtergrond. Niet dus. Er zijn weinig stemmen die zo herkenbaar zijn. Ja. Terwijl Edwin eigenlijk helemaal niet zoiets heel raars of specifieks heeft, zoals bijvoorbeeld Marc Marie of zo. Maar wel zo herkenbaar, weet je wel. Maar sommige stemmen hebben dat. Die zijn bijna niet te imiteren. Dat is heel lastig. Ja. Als je gewoon zo'n redelijk neutrale stemmen zijn best... Ja. Vaak als een stem iets heel karakteristieks heeft, dan is het te doen. En dan moet het nog een beetje in je bereik liggen. Want Marc Marie heb ik ook wel eens geprobeerd. Daar had ik ook een keelontsteking aan overgehouden. Oh, wauw. Ja, het is zo hoog. Aan Marc Marie of aan de imitatie van Marc Marie? Aan de imitatie.